we staan hier in Amersfoort bij het spoor. We werden door Heijmans gebeld. Die wilde een emissievrije boring uitvoeren. En daarvoor hebben wij een batterijbox aangeleverd. 'S Nachts is die uit, maar omdat ze ook de camera van stroom wilden voorzien, hebben we daar een kleine accu nog bij gezet. Die is voor de keet, koffie zetten. Dus dan kunnen ze de hele week eigenlijk draaien zonder dat er een stroompunt aanwezig is of zonder dat er een aggregaat bij staat. Vanuit de opdrachtgever hebben we de vraag gekregen om een emissieloze boring uit te voeren hier onder het spoor in Amersfoort. Met behulp van de batterij van Bredendoor drijven we ons elektrisch powerpack aan die onze boorstelling aandrijft. Het betreft een open frontboring met een lengte van 25 meter. We brengen hier een mantelbuis aan onder het spoor om uiteindelijk daardoor een leiding heen te brengen die de wissels gaat vormen.